Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza. Veel bewolking momenteel boven Nederland, alleen in het uiterste oosten zijn nog wat opklaringen, maar ook daar schuiven we wat wolkenvelden over later vandaag. Het is ook wat nevelig en de temperatuur lag vanochtend vroeg rond het vriespunt in het noordoosten. Inmiddels is de temperatuur wel wat gestegen. In de loop van de ochtend breekt de bewolking wat en komt de zon af en toe tevoorschijn, maar op sommige plaatsen gaat het moeizaam. Waait vandaag een matige tot krachtige wind uit zuidelijke richtingen? En de temperatuur die loopt op naar zo'n 6 tot 8 graden. Daar waar het bewolkt blijft, wordt het een graad of 4. Vanavond wordt de bewolking dikker en aan het eind van de avond kan er al hier en daar wat regen vallen. De meeste neerslag die valt vannacht en morgenochtend trekt de regen dan naar het oosten weg en komt de zon tevoorschijn. In de middag kunnen er dan weer een paar buien vallen en wordt het een graad of 8 bij een matige tot krachtige wind uit zuidwestelijke richting. Volgende week ziet het er wisselvallig uit. Maandag valt er flink wat regen, met name in het zuidoosten van het land. Het is zo'n 6 tot 8 graden en ook dinsdag en woensdag is het wisselvallig weer. Geleidelijk aan gaat de temperatuur wat dalen en neemt de kans op winterse neerslag toe. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza.